De lindebomen aan de Keizerlijn Antwerpen mogen dan toch worden gekapt. Dat heeft de rechter in kort geding vanochtend beslist. Gisteravond protesteerden actievoerders nog met een gedichtenwaken tegen het verdwijnen van de 96 lindebomen. Maar dat mocht dus niet baten. De kap van de lindebomen kadert in de heraanleg van de Keizerlei, die van de straat tussen het Centraal Station en de Meer een wandelboulevard moet maken. De lindebomen worden vervangen door 76 essen. De rechter in kort geding gaf de actievoerders vanochtend ongelijk. Er zal nu snel gestart worden met de heraanleg van de Keizerlei, tot grote woede van de activisten. Die bomen hebben hier een geweldige biologische waarde. Zij verwerken heel veel CO2 en fijn stof. En ja, nu gaan ze die kappen dus om jonge boompjes in de plaats te zetten die eigenlijk geen biologische waarde hebben voor het stad. Dus ja, ik vind het een schande. Als eerste reactie zijn er een aantal mensen van Groenoord in de bomen gekropen om het verzet tegen de kap van de lindebomen kracht bij te zetten. Dus op dit moment zitten er mensen op de grond in het bezettingskamp en zitten er mensen in de bomen die daar blijven zitten. Als jullie in de bomen blijven, zal dit nu tot een clash leiden? Wij proberen alles geweldloos te laten verlopen. Natuurlijk, wanneer de stad beslist dat ze bomen effectief gekapt moeten worden, dan zullen zij hopelijk ook op een vreedzame manier de activisten uit de bomen plukken en dan zal alles rustig verlopen. Maar wij blijven er wel in zitten tot ze ons er komen uithalen. Vanmiddag trok ook een delegatie naar het Antwerpse stadhuis om een petitie te gaan overhandigen. Maar burgemeester Janssens wilde hen niet ontvangen. De petitielijst werd dan maar aan het baliepersoneel overhandigd. Jullie voelen je een beetje genegeerd? Ik in ieder geval wel. Ik spreek altijd in eigen naam. Maar ja, ik denk dat al die mensen die bomen daar nu willen ook ontgoocheld zijn. Hè. Er is een uitspraak van de rechter geweest dat ze gekapt mogen worden. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, we zullen moeten zien. Hè. Een 20-tal actievoerders en sympathisanten van Groen hield gisteravond ook een gedichtenwaken. Daarbij hekelden ze de kapvergunning van het stadsbestuur. De stad heeft niet duidelijk gemaakt waarom dat die linden eigenlijk weg moeten. Ze hebben wel gezegd dat het moeilijk en duur is om ze te verplaatsen. Wat dat iedereen kan begrijpen. Maar ik begrijp niet waarom dat ze geen plan kunnen maken dat vertrekt van het behoud van die gezonde linden. Maar dat mocht dus niet baten. En intussen zijn de actievoerders wel weer gaan postvatten in de bedreigde bomen. En Wim Wilderij staat op de Keizerlijn. Ja Wim, hoe gaat het nu eigenlijk verder? Ja inderdaad, er is hier heel veel passage op de Keizerlijn. Veel passage mensen, pendelaars die terug naar huis gaan. En daartussen actievoerders die muziek aan het maken zijn. Mensen met megafoons die alle passanten oproepen om een petitie te ondertekenen. Om toch nog de bomen te kunnen behouden. Er zitten hier mensen hier boven ons in de bomen. Vastgeketend ook aan de bomen. Ja, er is hier dus wel wat te doen op deze Keizerlijn. De stad Antwerpen die heeft haar kapvergunning en dat hebben we gehoord in de reportage. De rechter in kort geding heeft deze actievoerders ongelijk gegeven, maar ze blijven hun acties verder zetten. De politie die is er straks al even langs geweest, maar dat was vooral om te zien of de situatie hier wel veilig was en of de mensen niet onderkoeld waren. Wij zijn ook naar de stad Antwerpen getrokken, naar het schepen van Kamperhout van Stadsontwikkeling en we hebben een reactie van hem klaarstaan. De meeste bomen zijn daar dood en een lindeboom is ook minder geschikt. Maar ze gedijen niet omwille van de ondergrond. Die is alleen niet diep genoeg en daarom dat die bomen doodgaan. Dus gedijen daar niet. Daarboven is een S, de nieuwe bomen die we planten, beter geschikt voor terrassen, voor zicht, voor transparantie. Begrijpt u het protest dat heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt? Ja, we moeten respect hebben voor elk protest. Dat is een democratisch recht. Maar de bomen gedijen daar gewoon niet. Ze gaan dood, ze zijn dood, de meeste zijn dood. Dat is bewezen door experten. Dus eigenlijk is daar geen discussie niet meer over mogelijk. Verwacht u nog problemen, nog meer protest? Maar de bomen zijn dood. En er komen nieuwe, mooie bomen. Die gedijen in een stad die goed gaan in een goede ondergrond gaan zitten, goed gedraineerd gaan zijn. Dus ik denk dat iedereen in de toekomst gelukkig gaat zijn met de heraanleg van de Keizerlijn, de Keizerlijn. Wanneer worden die bomen nu echt gekapt? Ja, dat wordt nu tussen de administratie en de aannemer overlegd. U wil het eigenlijk niet zeggen? Ja, dat wordt nu overlegd.
We leven in een rechtsstaat, dus we hebben gewacht naar de wijsheid van de rechtbank. Die heeft gezegd, u kan verder gaan met het uitvoeren van de bouwvergunning. Het is ook in het belang van de handelaars dat die werken niet aanslepen. Die mensen hebben eigenlijk ook economische belangen. Maar de bomen, dat heeft niet te maken met economische belangen. Die bomen zijn dood, de meeste zijn dood. Morales is een wereldvermaarde architect. Die heeft ook gezegd, ja, die bomen zijn ziek, die zijn dood. En ik wil een mooie lijn maken van het Centraal Station tot aan de Schelde. Ja, de stad laat dus niet in haar kaarten kijken, dat is duidelijk. Het is dus afwachten of de mensen hier morgen nog in de bomen vastgeketend zullen zitten en of die bomen hier nog lang zullen blijven staan op de Keizerlei. Terug over naar de studio. Oké, bedankt Wim. En jij volgt het ons daar verder voor ons op. Bedankt.